super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Wij gaan op vakantie naar Duitsland en Oostenrijk. En ik ga jou meenemen in deze vlog. We gaan als allereerst 3 nachten naar het Zwarte Woud. Daarna gaan we 5 nachten naar Gerlos. En daarna nog 5 nachten naar Sankt Johan in Pongau. Mocht je dit nou leuk vinden, doe alvast een duimpje omhoog. En dan neem ik je mee in deze vlog. Lekker op vakantie. Oké, je kunt dus nog hoger, maar ik en mijn hoogtevrees vind het wel mooi geweest. Dus we hebben allebei een beetje hoogtevrees, dus we lopen weer lekker naar beneden. Of in ieder geval, mijn grens is bereikt. Ik wil weer lekker naar beneden. Ja, het is wel heel gaaf het uitzicht, denk ik, als je ervan kunt genieten en geen halve paniekaanval krijgt. Zo, de tweede dag in het Zwarte Woud en we gaan kijken of we hier edelstenen kunnen vinden. We zitten hier blijkbaar een soort grot of iets. Kun je zelf edelstenen zoeken? Hoe cool is dat? When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Zo, wij zijn onderweg naar de Krimmler Wasservallen. Daar gaan we vandaag heen en een stuk wandelen. Omhoog is dat, geloof ik. Het is best wel pittig qua omhoog, qua hoogte. En ook, ja, daar doe je ook best wel een tijdje over. Maar het is wel heel erg mooi, schijnt zijn. De
ik heb hem ook al een keer gezien toen ik hier 10 jaar geleden was. Dus maar ja, dat ben ik alweer bijna vergeten. Het is wel super leuk dat we daar nu nog een keer weer heen gaan. Dus let's go. Oké, het is ongeveer een half uurtje rijden vanaf Gerlos. Dus dat is prima te doen. Je betaalt 5 euro parkeergeld en dan betaal je nog, volgens mij, als ik het goed heb, 4 euro per persoon om naar binnen te komen. Dus dat je dat vast weet voordat je erheen gaat. En nou gaan we erheen lopen. Goeie leek dit gewoon eens in de winter ook niet. Nee, lekker zit hij niet hier. Vandaag zijn we een lekker dagje wandelen rondom het Stuwmeer bij Gerlos. En dat is zo'n ongeveer 13 kilometer eromheen. Dus echt een prachtige wandeling om te maken. Met super mooi uitzicht, heel mooi panorama uitzicht. En de bergen waar ijs ook gewoon nog op ligt, er sneeuw op ligt. Super gaaf om te zien, echt heel mooi. Zeker de moeite waard om te doen, die wandeling. Kijk, daar in de verte zie je dus de bergen met sneeuw erop. Leuk. Prachtig. Ja, toch? Ja.
Zo, de koffers worden weer ingeladen. En wij gaan door naar onze volgende stop. Dat is, zijn haar in mijn oog, Sankt Johan in Pongau. Het klinkt echt heel Chinees, zoals mijn zusje ook al zei. Maar ja, dat is dus ook gewoon in Oostenrijk. Een stuk verder naar het oosten toe. Volgens mij passen de koffers er niet meer in. Ja, daar blijven we dan ook nog 5 nachten, als ik het goed heb. Kijken of we onderweg misschien de grote klok nog mee kunnen nemen onderweg daarheen. Want het is maar 1 uur en 3 kwartier rijden en anders zijn we veel te vroeg daar. Dus even kijken of we nog onderweg iets leuks kunnen meenemen ofzo. Ik heb weer nog steeds genoeg aangevinkt of opgeslagen in Google Maps. Dus dat moet wel goed komen. Het is lekker weer vandaag ook. Heerlijk. Ik heb er zin in. Lekker weer naar een nieuwe plek toe en kijken wat we daarvoor moois allemaal zien. Het is tot nu toe sowieso echt al super mooi. En wauw, ja, echt alles wat we tot nu toe hebben gezien. Prachtig. Dus op naar nog meer. Een marmot lopen en dan toch nog gespot. Ellen! Ellen! Hier komen we Ellen tegen opgezet. Heel veel. Zo zielig. Maar kijk nou dichtbij. Aangekomen in de volgende hotelkamer, de laatste hotelkamer ook, waar we dus 5 nachten verblijven. Dat zal ik ook nog even laten zien. Even chillen en uitrusten, want die grote klok nog was best wel heftig. Als je hoogtevrees hebt en ja, sowieso. Hij is echt prachtig, maar ik weet niet, ik vind hem echt heftig. Dus nu lekker chillen. Goedemorgen, wat een uitzicht. En de tuin lijkt wel een dierentuin met kippen en poezen. Hilarisch. Jonge kittens, zo schattig. En die kippetjes. Leuk. Wauw. En we
het wordt vandaag 29 graden. Dus best wel warm. We hebben echt van alles gehad hier al, volgens mij. Dus ik ben een beetje out of kleding, merk ik. Dus we gaan weer eens kijken wat we vandaag gaan doen. We gaan nu eerst even ontbijten zo. En eerst even wat studeren. Ik ben echt heel erg moe. Ik zie er echt moe uit. En dan kijken wat we vandaag gaan doen. Morgen wordt trouwens ook nog 29 graden. En daarna wordt het ietsje minder. We hebben in ieder geval kans op onweer. Dus ik ben benieuwd. In zo'n klam, daar vergis je je echt in. Oh, ik zit gewoon te rillen van de kou. En hij geeft vandaag gewoon 29 graden aan. Dus het zal echt nu al niet koud zijn. Maar in zo'n klam is het echt klam koud gewoon.
Op een schaal van 1 tot 10, hoe graag wil je hier afglijden? Saartje, 15. Ik? 0. Vandaag bezoeken we kasteel Hohenbergen, als ik het goed zeg. Hohenwerven. En je kunt zowel lopend als met de lift erboven. We hebben gekozen voor de lift. En ja, dat scheelt dan, of dan betaal je iets meer. Maar goed, dan vinden je benen het iets leuker. En de lift is ook wel omhoog. Oeh, hij gaat wel snel omhoog, zie ik. Kijk, daar gaat de lift omhoog. Oeh, ben benieuwd. Wel echt een sprookje zo hoor. Oh, het is al goed druk. Ja. Ik ben blij dat we... Ik kan ook harder doen. Met een hond inderdaad, ja. Ze luisteren gewoon naar hun naam, hoe grappig. Oh, hij landt in het raam. In het raam? Ja, klopt. Wat is dat? Oeh, ik hou van heks. Oh, hier allemaal mijn tekens. Zie je dat? Huh? Die. Ja. En hier ook. Van mijn edelstenen schilderijen. Een heks. En een heks. Are you ready?
Goedemorgen. Onze laatste dag alweer in Oostenrijk is aangebroken en zoals je kunt zien, het is heel mistig, het regent ook wel wat om dat meegemaakt te hebben. Super gaaf, die bergen achter mij, je ziet het nou niet zo goed door het licht, maar met die wolken en die mist ervoor, is het echt iets magisch vind ik. Ik heb vannacht echt ruk geslapen, daar was het super onrustig, het regende. Onweerde nog wat, dus maar goed, ik ga me vaccineren, ik ga me klaarmaken voor de dag en dan gaan we lekker ontbijten en kijken wat we kunnen gaan doen, want als het goed is klaart het weer richting Kaproen weer op, dus dat zou betekenen dat we het Stuwmeer kunnen bekijken, want hier blijft het eigenlijk de hele dag wel nat en we wilden ook misschien naar Hallstatt. Dat is een heel mooi stadje in Oostenrijk. Staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Alleen ook daar is het dus heel erg regenachtig en slecht weer. Eigenlijk de hele dag nog. Dus waarschijnlijk gaan we naar Kaproen. Dus laten we dat maar gaan doen. Oké, het is droog momenteel hier en het is, ik geloof, 10:30 of zo. Ja, 10:30. We hebben besloten om toch niet naar het Stuwmeer te gaan, want we hebben zoiets van... En Hallstatt staat echt op de UNESCO-lijst van mooie, of in ieder geval staat op de UNESCO-lijst. Dus gaan we daarheen, gaan we kijken wat daar te doen is. Echt zin in. Volgens mij is dat zo'n mooi plekje. Althans, iedereen die ik daarover hoor of waar ik over gelezen heb, die vindt het een mooie plek. Dus gaan we daar heen. En op Google Maps, op die reviews ook, echt iedereen is er lovend over. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Dus gaan we daarheen vandaag. Hey Sjaan? Ja, Henk. Daar waren we gisteren. We gaan weer voor het avontuur, jongens. Zodat we vervolgens uitzicht hebben. We made it! Uitzicht op Hallstatt. Die bergen, zo gaaf. Oké, dus ook nog met een soort lift iets omhoog. Huh? Ja, gaan we zo daar naar beneden aan de kant. Daar gaat de boot nou en die gaat dan naar die kant. Want daar is het treinstation ook. Dus je kunt hier dus ook met de trein en de boot komen. Want parkeren is wel een uitdaging hier. Gelukkig is het niet heel erg druk, dus hebben wij geluk. Maar alsnog stonden wij op de laatste parkeerplaats. En er waren nog 27 plekken. Dus ik denk dat het best wel een uitdaging is. Met name in het hoogseizoen is het gewoon niet te doen met parkeren hier. Maar het is wel heel mooi. Super gaaf. We'll be right back.
even een, hoe heet het ding? Een cream cheese strudel of zoiets eten. Dat is met kaas toch? Met zoete kaas of zo. Oké, toen wij in de winkel waren is het even gaan regenen. Het ziet er nou uit dat dit nog wel even duurt. Dus? Wat denk jij? Worden nat. Ja, niet als we hier blijven staan. We hebben lekkere zeepjes hier geshopt. Hier staan er nog een paar. Ik heb deze, de verbena. En we hebben nog een koud geperste... Wat heb ik? Oh ja, kokos. Die ook lekker, hè? Ja. Die was jouw vee. Die vond ik ook erg lekker. En we hebben nog een... Oh ja, dennengeur. Die is ook erg lekker, maar die staat ook binnen. Leuk winkeltje. Ze hebben hier trouwens echt... Eventjes omdraaien met de camera. Ze hebben hier trouwens echt superveel zoutwinkeltjes. Omdat hier dus boven op de berg een zoutschot zit. Draait hier eigenlijk alles echt om zout. Dus heel veel... Zo... Dan is die er ook. Dus heel veel zoutproducten, zoutlampen, zout, rolzout, keukenzout, badzout, noem het maar op, allemaal zout. Dus zeker wel leuk om te kijken. Zo, het is vandaag vrijdag en we zijn onderweg terug naar huis alweer. Maar we stoppen natuurlijk nog in Duitsland, want ik wilde heel graag het slot Neuschwanstein, of hoe heet dat? In ieder geval dat kasteel wat aan de grens staat van Oostenrijk en op de Duitse grens staat, zeg maar. In ieder geval in Duitsland staat, vlakbij Oostenrijk. Dat kasteel is dus het kasteel waarop Walt Disney gebaseerd is. En daar heb je nog meerdere kastelen in de buurt. Super gaaf. Dus ja, dat is iets waar je eigenlijk vanuit Nederland niet zomaar heen rijdt. Dus ik dacht, dan kunnen we dat mooi op de terugweg meepikken. En dat gaan we dus doen. Super gaaf. Dus daar rijden we nu heen en daar zijn we over 3 uurtjes. En dan rijden we verder richting Stuttgart, want daar hebben we dan onze overnachting nog voor vannacht. En dan gaan we morgen echt terug naar huis. We moeten morgen nog 5 uur geloof ik terug naar huis rijden en dan zijn we thuis. Dus de vakantie is nog niet helemaal voorbij, maar wel bijna. Maar dit wordt ook nog een hele leuke, mooie dag, denk ik. Als het weer een beetje opklaart. Jawel, toch? Wel. Jawel. Tuurlijk. Ja, jongens. Daar in de verte, in de mist. Daar is slot Neuschwanstein. Hier nog een leuk kerkje. Alvast. En daar tussen de bomen door is nog een slot. Het stikt hier echt van de kastelen. Er staan er een paar. Wel een super leuk plekje omheen te gaan. We zijn even een stukje ervan afgelopen, dan kun je ze veel beter zien. Nu kun je ook mooi die andere zien. Wij zijn weer thuis! Hè, eindelijk! Na een rit van ongeveer 5 uur. Want we waren in Duitsland, hadden we nog een overnachting bij Stuttgart. En toen zijn we in een ruk vanmorgen door zo naar huis gereden. Wel met een paar stops om te plassen, maar we zijn er! In ons huisje. Yay! Ik ga de vlog afsluiten, want wij gaan lekker even chillen thuis. Het is momenteel 4 uur en het is zaterdag, dus lekker even bijkomen van al die hectiek met rijden in Duitsland. Oh mijn god, wat rijden ze daar als gekken. Niet normaal. Maar goed, we leven nog, thank god. Dus super blij mee. En schoonmama heeft mooie bloemen neergezet voor ons. Lekker thuiskomen is dat altijd. Super leuk. Mooi.
Goed, ik wil je super erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je genoten hebt van deze vlog. Ik heb echt genoten van deze vakantie. We hebben tering veel gedaan. Maar ja, op zich ook wel wat uitgerust. En ik ben niet mega moe of zo. Dus het waren echt leuke dingen waar ik ook energie van kreeg. Dankjewel voor het kijken. En ik zie je heel graag weer dan volgende week terug bij een nieuwe video. Bye bye!